Oké, volgende, we gaan lekker jammen, jongens. Ja, je mag als je deelt skit, mag je lekker met ons meegerullen, hè? Begin met liedje van Bilbis. Church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, "Billy, don't you run so fast. You might fall in a piece of land. And my mistakes are in that girl's grandma's plane." Yeah.
mensen. De zangers kennen je al een beetje. En die zijn natuurlijk ongelooflijk goed en lekker. Fantastisch. Maar ik ben zo blij dat ik op dit einde ben gekomen met een paar van mijn beste vrienden, muzikale vrienden. En zonder hen was het sowieso totaal niet mogelijk geweest. Onze steun en toeverlaat gedurende de repetitieperiode. Want we verzinnen het gewoon weer uitstaan in de afgelopen 2 dagen. Maar moet wel iemand moeten leiden. Ja, die chaos. De man achter de toetsen. Onze muzikaal leider. Hij heeft net zoveel liefde als talent. En dat voelen we en dat horen we. Geef het op voor Dico Pia! Maar hij laat de basgitaar ronken, spelen, hij is muzikaal ongelooflijk. Hij heeft het beste van de Caucasus, hij heeft het beste van alle werelden. Onze muzikale nomaad, maar onze rotsige branding, Mr. Mirko Stokolovic. Ze zijn verstopt in het hoekje, maar ze zijn van onschatbare waarde. Ze zijn net getrouwd, jongens, daar.